gaan we nu doen dan? We gaan de hoortoesteller aanpassen. Dus ik heb de hoortoesteller bij me, ik heb de lader bij me, ik heb het televisiestreamertje bij me. Die gaan we aansluiten. En dan gaan we de hoortoesteller afstellen straks op het gehoor. Ja. En dan gaan we uitleg geven hoe het werkt allemaal. Ja. Ik heb ze hier dus in de lade. Oh ja, kijk. Welk merk je gehad hebt. Dus dan gaat hij daar een klein beetje een rekenregel op aanpassen. Oh. Zodat je eigenlijk een klein beetje die klankkleur krijgt van het toestel wat je al gewend bent. Wat zijn dit? Dit zijn de oorstukjes die op maat gemaakt zijn. Nou knip je dat lange slangetje af. Zo. Ja. Mooi. Stukje eraf. Als je hem nu in doet, dan zit hij echt mooi, sluit hij mooi aan. Nou, die valt niet meer uit. Je weet nooit. En waar is dat bromtoontje voor? Nou, dat is dat noemen ze een anti-feedback test. Kans hebben op fluiten, hè? Dus dat het geluid resoneert. En wat doet het hoortoestel nu? Die gaat zelf meten van wat de kans op feedback is. Afstandsbediening ook meegenomen, hè? Yeah. Voor het gemak. Yeah. Dus de knopjes op het hoortoestel zelf schakel ik uit. Yeah. Ze krijgt straks meer versterking. Dus er zijn veel geluidjes die u ook straks duidelijk gaat horen. En dat kan in het begin even een beetje... Vervelend zijn. Nou, vervelend niet, maar u bent het niet gewend. Nou, wat u net zelf al zei, hè, uw eigen stem klinkt vaak wat duidelijker. En in het begin is dat vaak even wennen. Maar dit went meestal binnen een dag. En wat houdt dat precies in? Wat gaat hij doen? Een televisie streamen. Ja. Die zorgt ervoor dat het geluid van de televisie rechtstreeks in de hoortoestellen eigenlijk weer gaat. Ah, oké. En dan hoef je de tv niet hard te zetten. Eigenlijk kun je het geluid van de televisie uitzetten. Ik sluit hem aan voor u. Oh ja. Ja hoor, want ik zie daar een stekker zitten. Nou, straks gaan we hem even afstellen. Degene die meekijkt, heeft hij daar last van? Of nee. Merkt hij daar wat van? Nee. Oh, helemaal niks. Nee. Degene die meekijkt kan zijn eigen volume op de tv instellen. Blijft ook de omgeving horen. Ah. Dus de hoortoestellen blijven hun werk ook gewoon doen. Dus je kunt ook gewoon een gesprek tijdens de televisie kijken. Oh. Nou, ik ga even de afstandsbediening alvast koppelen aan de hoortoestellen. Oh ja. Dus die haal ik nou ook even uit. Ik haal ze er even uit. Maar deze die zegt echt, als je verandert naar een ander programma of je gaat de televisie aan doen, dan zegt hij echt... U doet de tv aan? Ja, ja. Oh ja? Ja. Dat zegt hij in je oor? Ja. En dan kunt u kiezen tussen een mannenstem en een vrouwenstem. Oh, vrouwenstemmen. Want ik kan er een ringleidingstand mee inzetten. Maar ik weet niet eens wat een ringleiding is. Nee, wat is het? Een ringleiding is een... Een systeem wat gebruikt wordt in grote gebouwen, grote zalen, dus een theater, een kerk of een aula. Als daar een spreker staat met een microfoon, dan kan u het hoortoestel op ringleiding zetten en dan ontvangt u het signaal rechtstreeks in het oor. Dus dan is het net of u een hoofdtelefoon op heeft. Remmeting stellen we niet alleen het hoortoestel af op het gehoorverlies, maar we gaan ook meten in het oor. Wat de akoestische eigenschappen zijn van uw oor, zeg maar. Oh, ja. Oorboten. Ja. En wat zijn dat akoestische eigenschappen? Nou ja, je kunt je voorstellen dat niet ieder oor gelijk is. Het ene oor is groter dan de andere, de gehoorgang. En dat heeft altijd invloed op de akoestiek. Dus wij gaan echt per persoon meten wat die akoestische eigenschappen zijn. Ja. Waar we straks op moeten letten is dat u dezelfde houding aanhoudt. Want hier komt straks geluid uit en dat wordt opgevangen door uw hoortoestellen, zeg maar. En die gaan we dus automatisch afstellen. Dan hang ik deze even aan uw oren. Recht naar deze box kijken. Neem dat lampje maar aan. En het maakt niet uit of ik daar kijk of daar nee, kijk. Nee, als u maar recht voor u kijkt. Dit kriebelt een beetje. Ja, dat is voor.
Dus wat ik nu ga doen is... ik leg het draadje in de gehoorgang. Tjoepje vooraan, daar wordt het geluid in opgenomen. En die doe je tot de trommelvlies of zo? Ja, net voor de trommelvlies komt die. Dan komt er weer geluid uit, hoor. Dat is dat. Nou, doe ik even heel voorzichtig de hoortoestellen naar binnen. Hallo, ik had dat die hoestelers. En zo wil ik bij mij houden, begonnen ze door vier. Hallo, ik had dat die hoestelers. En zo wil ik. Hallo, ik had dat die hoestelers. En zo wil ik bij mij houden, begonnen ze door vier. Is dat maar vloed, dan gaat mijn pijl als ik het heel zin heb, dit is aan lichten. En wat was dat voor een taal? Ja, dat is een ISDS-signaal. Dat, is een, dat zijn zes talen door elkaar. Oh? En dat, dat zijn talen die geselecteerd zijn op de meeste spraaksignaal, zeg maar. Hoe klink ik als ik zo met u praat? Oh, dat is goed. Ja? Klink ik goed, duidelijk? Ja. Wat je zo net zag, zeg maar, dat hij zich steeds op per frequentie ging corrigeren. En hij heeft zich nu dus ingesteld op een doelversterking. Ja, dit is eigenlijk de doelversterking die je moeder nodig heeft. En wat we nu gaan doen is even een spraaktestje. Daar komt ie, hoor. Boot. 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 Mooi. Mooi. Vuur. Vuur. Stiekem even een stukje zachter en dan gaan we even kijken wat dan de score is. Dus de woordjes komen er zo weer aan. Ja? Mag u ze weer nazeggen? Dat kan ik niet verstaan, dat is te zacht. Slim. Graag ietsje zachter hoor. Maar wat we nu al zien is dat de score die we hier hebben, dat was de vorige keer zonder hoortoestel. Toen verstond mevrouw dus bij 100 decibel maximaal 90% met rechts en maximaal 80 met links. Nu hebben we met beide oren, hebben we zelfs bij 65 decibel 98% spraakverstaan. En bij 55 decibel zelfs 90% spraakverstaan. Dus die curve hebben we eigenlijk al een heel stuk teruggebracht. Ja. Ah, dit is wel een hele mooie score hoor. De luide klanken, de gemiddelde klanken en de zachte klanken, die worden allemaal afzonderlijk versterkt. Ja. Dat noemen ze compressie in een hoortoestel. Dat wil zeggen, zachte geluiden zullen meer versterking krijgen als de harde geluiden. Ja. Vroeger had je dus de lineaire toestellen. Die versterkten zowel zacht als hard, kreeg dezelfde versterking mee. Alleen tegenwoordig zijn het ja, de digitale toestellen die dus... zachte spraak weer wat meer versterking geven. Dus dit zijn... Dan leg je ze naast elkaar. Nou, ik ga ze even eenmalig koppelen. Oh, oké. Okay. Ze moeten gepaard worden. Dus het toestel moet de hoortoestellen kunnen herkennen, zeg maar. Als u s'avonds de hoortoestellen uitdoet, dan legt u ze hier. Hij moet er wel zo in, maar... Klein beetje schuin. Ja. Ja. Kijk, en als het lampje gaat branden... Ja. Ziet u? Dan is het goed. Dan is hij goed. Geef niet. Rechts of links, geef niet. Maakt niet ja, uit. Nou, logischerwijs is dit de linker, het linker toestel, want dan ligt ook het oorstukje naar binnen. Mm-hmm. Dus links gaat daarin en rechts gaat daarin, ja. Zoals u ervoor staat. Kijk, en als u nou kijkt, ziet u daar een blauw stipje. Ja. En op die andere zit een rood stipje. Oh ja. Rood is rechts. En blauw is links. Oh, ja. Misschien kunt u makkelijkst hier beet pakken of hier beet pakken. Oh, ja. Kijk, want dan gaat u naar uw oor toe en dan kunt u hem zo in het oor doen. En dan zie ik. Want dit gedeelte, dat kleine pijpje, dat moet in uw oor. Ik pak hem bij het slangetje. En dan hou ik hem zo achter. Kijk, ik heb hier een droogtablet. Zo. Hier zit een droogtablet in. En hier zit ook gelijk nog een klein tooltje in als er wat oorsmeer voor in het oorstukje zit. Ja.
kun je dat met dat ijzerdraadje er zo even uithalen. Die zit hier altijd in. Dus u moet zorgen dat deze overdag dicht is. Anders verzadigt die droogtablet. Okay. Ja. Bij de eindcontrole krijgt iedere klant wel een schoonmaaksetje. En daar zit dan zo'n bruisbakje. En dat leg ik dan ook weer uit hoe dat werkt. Pijltje omhoog is harder. Pijltje naar beneden is zachter. Als ik hem nou hier 1 keer, 2 keer, 3 keer, dan merk je ook dat hij harder gaat. Mm-hmm. Klopt, hè? Hier ziet u een luidsprekertje met een streep erdoor. Uit. Ja, als u even het geluid uit wilt zetten, dan kunt u hem hierop zetten. En stel, je bent in de woonkamer en je wil even een dutje doen, ik zeg maar wat. Okay. En je legt de hoortoestellen even bij naast je neer. Mm-hmm. Dan gaan ze fluiten omdat ze aanstaan. Dus dan kunnen mensen last van hebben. Dan kun je hem eventueel even uitzetten. Dan heb ik hier een knopje met allerlei pijltjes. Dat wil zeggen, hiermee ga je langs de programma's. Oh. Want als ik hierop druk, wat hoort u dan? Ring, nee. Dus als u een keer in een kerk of een theater komt, of een aula, hè, liever niet, maar goed, kan eens een keer gebeuren. Mm-hmm. Dan kunt u hem op ringleiding zetten. En kan je als buitenstaande dat ook ergens zien dan, dat hij op ringleiding staat? Nee. Oh. Dit is als u televisie gaat kijken. Dan moet u hier even op drukken. Nou wordt hij nog even gekoppeld aan de Bluetooth. Voor het bellen. In ieder geval de linker heeft hij, nou heeft hij de rechter ook. Dan ga ik hier naartoe. Dan zeg ik koppel. Koppel. En dat is alles. Oké. Okay. En wat gebeurt er dan als ze belt? Dan hoort ze, in beide oren hoort ze het gesprek. Met dankzij het feit dat het een smartphone is. Ja. Hey, bedankt voor alles. Ja, graag. En nou. Je gaat met de lift naar beneden. Ga mooi, graag.